Goedenavond. De Russische president Poetin bevestigt nu ook officieel dat het Oekraïense tegenoffensief begonnen is. Во-первых, можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. И об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии. Europa heeft een akkoord over een strenger migratiebeleid, maar er is ook kritiek. Van onmenselijk tot geen oplossing voor illegale migratie. We vinden dit een heel slecht plan. Dit is een meer-immigratieplan, een Marrakesh-pact 2.0. Dit is een akkoord dat duidelijk geïnspireerd wordt door het hele anti-migratiediscours dat vooral extreem rechts brengt. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor komt naar onze studio om te reageren. Kustredders vragen om komend weekend voorzichtig te zijn met zwemmen in zee, omdat het zeewater nog erg koud is. Voormalig Amerikaans president Donald Trump is aangeklaagd voor het achterhouden van overheidsdocumenten. En op Roland Garros eindigt de halve finale tussen Novak Djokovic en nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz op een anticlimax. De Spanjaard krijgt krampen. Djokovic wint in 4 sets. Welkom, het is zover. Volgens de Russische president Poetin is het grote tegenoffensief begonnen. Maar succesvol is het niet, zo voegt hij er meteen aan toe. Sinds gisteravond was het al duidelijk dat Oekraïne het lang verwachte tegenoffensief had ingezet. Dat konden kenners afleiden uit Oekraïnse troepenbewegingen en ook uit berichten van anonieme bronnen en westerse media. Van Oekraïense kant heerst er vooral stilte over het aan de gang zijnde tegenoffensief. Maar hier en daar duikt er op sociale media toch beeld op van gevechten. Заебався! Hier zou een Oekraïense verkenningseenheid het kleine dorpje Lobkove binnentrekken. De strijd lijkt hevig. Het dorpje ligt in de omgeving van Zaporizhia, een van de drie fronten waarop het offensief zich afspeelt. Oekraïne kiest Zaporizhia, want als het daar kan doorbreken, dan kan het de landverbinding tussen Rusland en de geannexeerde Krim blokkeren. De andere fronten liggen ten westen van Vuhledar en bij Bakhmut, de felbevochten stad die de Oekraïners proberen te omsingelen. Hier zouden Russische soldaten hun posities verlaten na een Oekraïense artillerieaanval. Maar Oekraïne zegt niets over de vooruitgang van het offensief. Rusland kan alle aanvallen afslaan, zegt president Poetin vanmiddag. Во-первых, можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. И об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии. Первое. Второе. Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется. Het Russische ministerie van Defensie claimt dat het een pak westers materiaal vernietigd heeft, zoals één Leopard 2-tank. Maar anderen beweren dan weer dat de schade aan die tank minimaal is. En we gaan naar Sander van Horen in de Dnipro, richting de frontlijn. Ja, Sander, de Russische president Poetin, we hoorden het hem zeggen. Hij zegt dat het tegenoffensief begonnen is. Oekraïne zelf, ja, daar horen we niet echt direct een bevestiging daarvan. Wat vang jij op en merk je er ook iets concreet van? Om met dat laatste te beginnen, we zien wel troepenbewegingen. Maar ik vind het heel erg lastig om in te schatten of dat langs die hele lange frontlinie nu uitzonderlijk veel is of niet. Want die frontlinie die is lang. En wat wij begrijpen is dat er ten zuiden van waar ik nu ben, in de provincie Zaporizhia, inderdaad iets van een testaanval is geweest en dat die inderdaad niet gelukt is. En wat je vervolgens ziet is een pure propagandaoorlog. Stel je nou toch voor dat die testaanval inderdaad, zoals Poetin beweert, onderdeel is van dat offensief, ja, dan is dat aan het mislukken. Is het slechts een normale aanval en is het inderdaad om te testen, ja, dan hoort dat er gewoon bij. En dat is dus wat Oekraïne uitstraalt met dat stilzwijgen. Dus dat is gewoon eigenlijk een ordinaire strijd om de perceptie wat je nu ziet. Ja, perceptiestrijd. Ik kom zo dadelijk bij je terug, Sander, want je was vanochtend ook nog in het overstroomde gebied rond Kherson. En in de regio rond die Oekraïnse stad zitten op dit moment honderdduizenden mensen zonder drinkwater.
En dat heeft uiteraard alles te maken met de stuwdam die instond voor de drinkwatervoorziening. Die is, zoals bekend, in de nacht van maandag op dinsdag vernield. En sindsdien blijft het water uit het reusachtige stuwmeer stromen over dorpen, steden en landbouwgebied. Dit zijn de eerste beelden van binnen in de centrale van de Kachovka-stuwdam. Buiten blijft het water met een reusachtig debiet het ommeland overstromen. Vrijwilligers Victor en Vitali varen met een boot door hun wijk, klaar om mensen te bevrijden. Maar niet iedereen wil mee. Why don't you want to leave? Почему вы не хотите уезжать? Мы поможем сейчас их спустить. So they've said, we don't want to leave. There are older people who can't get away. Many, many people are stupid, you know. He think it's okay, everything after okay. Maybe one day, two days, but not okay. Every time water, more. Maar de meesten willen wel weg, met haven en goed en alles wat hen dierbaar is. Dit zijn mensen die op de rechteroever van de Dnieper wonen, in gebied dat nog onder controle is van Oekraïne. Ook op de andere oever veroorzaakt het water van het Stuwmeer grote overstromingen. Dit gebied is in Russische handen. Всю жизнь його строїв, що 60-х. І от зараз візьми нас. Maria woont met haar man in Hola Pristan. Alle утром по третьем уж разбудила, у нас уже в доме так вода. А в 12 часов все сухо было. Во дворе и на улице сухо в 12. А по третьем уже вода была. По как пояс. Спасались, расскажите. Это не те слово. Sommige bewoners van de linkeroever slagen erin om met hulp naar Oekraïns gebied te ontkomen, niet zonder risico. How do you feel about rescuing people on the other side? Adrenaline. Приходи. Кстати, уже приходи пришли, да? Zowel Rusland als Oekraïne beschuldigt de ander van het vuren op vluchtelingen. Ja, er wordt dus zelfs geschoten op vluchtelingen. Sander, jij was in dat overstroomde gebied van Gerson. Wat heb jij daar gezien en hoe verlopen de reddingsoperaties? Wat ik daar gezien heb over die beschietingen is dat er inderdaad over en weer gevuurd wordt. Hoe het aan de Russische zijde van de rivier terechtkomt, dat heb ik niet kunnen waarnemen. Wat ik zelf heb gezien en meegemaakt is dat er inderdaad lijkt wel gericht op hulpverleners geschoten wordt. Ik bevond me op een gegeven moment op één plek waar hulp verleend werd, waar mensen aan wal kwamen. En even verderop was een ander punt en rondom dat gebied werd op een gegeven moment zwaar gebombardeerd. Het enige geluk, zo je dat kunt zeggen, is dat heel veel mensen al uit hun huizen gehaald zijn. Waren natuurlijk al gevlucht aan het begin van de oorlog. En de afgelopen dagen zijn veel mensen toch in veiligheid gebracht. Maar die beschietingen op hulpverleners, dat is ook waar bijvoorbeeld president Zelensky verbolgen over is. En je ziet ook dat tijdens zo'n beschieting alle hulp meteen stilgelegd wordt. Dus dat bemoeilijkt de hulp zeer zeker. Ja, en de Oekraïense president Zelensky is ook verbolgen over het gebrek aan internationale hulp. Nu, Sander, jij bent er geraakt in dat overstromingsgebied. Is het dan zo moeilijk om daar te geraken? En waarom komt die internationale hulp zo moeizaam op gang? Dat vind ik een hele lastige vraag om te beantwoorden, waarom die zo langzaam op gang komt. Maar dat die langzaam op gang komt, ja, dat kan ik ook wel vaststellen. Ik heb geen EU- of VN-achtige organisaties in het rampgebied gezien. Ik heb vandaag toevallig wel een grote vrachtwagen van het Internationale Rode Kruis daar in de buurt zien rijden. Maar je hebt gelijk, ik kan er komen en dat kunnen hulpconvooien dus ook. Ik verwacht wel dat dat binnenkort op gang komt. Maar bij alles wat ik zeg moet je bedenken, dat geldt dan voor de westoever van de Dnieper, die in handen is van de Oekraïne. De situatie aan de linkeroever, die in handen is van Rusland. Ja, daar is het heel anders. Want de mensen die ik sprak, die daar vandaan geëvacueerd konden worden naar de rechteroever, die zeggen dat daar hulp eigenlijk niet aanwezig is. Ja, dankjewel, Sander, voor je verslag vandaar. Dankjewel. En intussen is Rusland de onderzeese gaspijpleidingen en datakabels voor onze kust in kaart aan het brengen met spionageschepen. Dat zegt de admiraal van de Belgische marine. Sinds kort controleren zij dan ook weer veel meer voor onze kust.
Een windmolenpark voor de Belgische kust. Goed voor bijna 8% van onze stroomvoorziening. Kritische infrastructuur. En onder water zit er nog veel meer. Momenteel zien we hier het windmolenpark op zee. Maar daarnaast bevindt zich op de zeebodem een volledig netwerk van kabels en pijpleidingen die het land voorzien van energie. Als Rusland deze kabels en leidingen zou saboteren, dan heeft ons land een serieus probleem. De kritische infrastructuur zorgt ervoor dat het land 24 uur op 24 uur bevoorraad wordt van enerzijds elektriciteit, maar ook van gas. En natuurlijk ook de datakabels die zich op de zeebodem bevinden. CEO van HOD melding. Russische spionageschepen mogen gebruik maken van de internationale zeeroutes voor onze kust. Al gedragen ze zich daarbij soms zeer verdacht. Ze doen alsof ze 10 knopen vooruit varen, maar in werkelijkheid liggen ze stil. Maar dat zijn natuurlijk zaken die wij onmiddellijk detecteren. En dan sturen wij onmiddellijk een schip om ter plaatse te gaan kijken wat die kerels allemaal uitspoken. En dus is de Belgische marine weer meer dan vroeger de zee voor onze kust aan het controleren op aanwezigheid van Russische of verdachte schepen. Het is onder meer met dit soort kleine bootjes dat de Belgische marine op dit ogenblik constant die Noordzee in de gaten houdt. En dat heeft natuurlijk te maken met alles wat hier vooral onder het water zit. Ik denk dat ze deze regio qua onderzeese kabels in kaart aan het brengen zijn. Dat is volgens mij een eerste stap. En internationaal rechtelijk kan ik daar niet tegen optreden. Zij doen niks verkeerd. Zij maken gebruik van het internationaal medium dat noemt de volle zee. Maar ik hou ze wel in de gaten. Er is een Europees migratieakkoord. Al gaan wel niet alle Europese ministers van migratie akkoord. Toch is de meerderheid overeengekomen om de buitengrenzen van de EU strikter dicht te houden voor economische migranten. Wie aankomt in Italië of Griekenland bijvoorbeeld, zal daar tegengehouden worden en wordt veel sneller teruggestuurd als hij of zij niet in aanmerking komt voor een erkenning. De mensen die wel mogen doorreizen, die zullen gespreid worden over de verschillende Europese lidstaten. Thank you for this broad support for these both two files. Applaus in de zaal gisteravond na een hele dag onderhandelen en blije gezichten bij de meesten over het migratieakkoord. Dat is echt revolutionair. We gaan naar een systeem dat begint van aan de buitengrenzen. Een systeem waarbij iedereen die op het Europese grondgebied toekomt meteen wordt gescreend en aan de juiste procedure wordt toegewezen. Dat wil zeggen dat mensen die eigenlijk geen kans hebben om erkend te worden als vluchteling, dat meteen in een grensprocedure te horen krijgen. In Italië, Griekenland, Spanje en andere landen aan de buitengrens komt die nieuwe grensprocedure. Mensen die uit een land komen zoals Ghana of Marokko met een kans op erkenning als vluchteling lager dan 20%, komen in die procedure terecht. Als die afgelopen is, na maximum 12 weken, kunnen ze meteen teruggestuurd worden. Op die manier wil men de aanvragen van 120.000 mensen per jaar snel kunnen afhandelen. Italië keurde het mee goed, ook al zal het dus die hele grensprocedure met Europese steun moeten organiseren. Siamo molto soddisfatta perché l'Italia ha visto riconoscere dei principi a cui da tempo lavorava, prima di tutto quella appunto di una concreta solidarietà dell'Unione Europea. Er komt inderdaad ook een systeem van verplichte solidariteit. Alle lidstaten zullen 30.000 asielzoekers per jaar van onder meer Italië moeten overnemen. Het Belgische aandeel is 958. Lidstaten die dat niet willen, moeten €20.000 per asielzoeker betalen. Polen stemde daarom tegen. To w żaden sposób nie będzie zaakceptowane. U nas w kraju nie będzie, nie będzie na to przyzwolenia. No to nie jesteśmy w stanie wyjaśnić społeczeństwu, które przyjęło ponad 1 000 000 uchodźców wojennych z Ukrainy, że teraz jak nie przyjmą kolejnych, to będą musieli zapłacić de facto z własnej kieszeni. Nu volgen nog onderhandelingen met het Europees Parlement en dan zou de nieuwe migratieaanpak volgend jaar definitief klaar moeten zijn. Ja, blije gezichten in dat parlement, maar het migratieakkoord oogst ook kritiek, ook hier bij ons. En niet alleen van de rechtse oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang. Zij spreken van een zwak akkoord dat het probleem van de illegale migratie naar Europa niet oplost. Aan de andere kant van het politieke spectrum is Groen erg kritisch. Hoewel zij zelf lid zijn van de federale regering, net als staatssecretaris De Moor van CD&V.
Ons land kampt al maanden met een asielcrisis. Er zijn voortdurend opvangplaatsen tekort. Het gevolg was lange tijd kraakpanden en tenten op straat. De federale regering greep in en nu moet een Europees akkoord een blijvende oplossing bieden voor de instroom aan migranten. Oppositiepartijen Vlaams Belang en N-VA geloven er niet in. Pushbacks van illegale mensensmokkel zitten hier nog steeds niet in begrepen. Wie illegaal Europa binnenkomt, die kan ook nog steeds kans maken op een vluchtelingenstatuut. Dus Europa blijft zich telkens opnieuw aan diezelfde steen stoten en dat moet grondig anders. Wat had N-VA dan anders gewild? Wel, wij willen een systeem waarbij eigenlijk de opvang zoveel mogelijk gebeurt buiten die Europese grenzen. Wel, wij zelf hebben een Fort Europa-plan voorgezet en is gebaseerd op het Australisch model, waarbij illegale migratie per definitie leidt tot terugsturen en er ook pushbacks worden georganiseerd aan onze buitengrenzen. Men gaat nu met iets meer immigratieplan van de EU echt kampen krijgen aan de buitengrenzen van Europa. De migratiedruk gaat alleen maar toenemen. Er gaan nog meer gelukszoekers naar Europa willen komen. Ook Vluchtelingenwerk Vlaanderen noemt het akkoord onwerkbaar, maar om heel andere redenen. We vinden het heel vreemd dat eigenlijk een Belgische regering die gezegd heeft van gaan geen kinderen opsluiten, nu een akkoord sluit waar dat er bijna systematische detentie van kinderen boven de 12 jaar in zit. En daarom is ook regeringspartij Groen niet tevreden. Dit is een akkoord dat duidelijk geïnspireerd wordt door het hele anti-migratiediscours dat vooral extreem rechts brengt om mensen angst aan te jagen, waardoor mensen die legitiem recht hebben op opvang, die echt slachtoffers zijn, die uit een oorlogssituatie komt, ja, het veel moeilijker krijgen om eigenlijk hun recht uit te oefenen. Ik betreur dat. Welkom, Nicole de Moor, staatssecretaris voor asiel en migratie. Goedenavond. Ja, van uw collega's moet u het hebben. Minister De Sutter, uw coalitiepartner in de regering, die zegt dat u en dat Europa zich heeft laten inspireren door extreem rechts. Dat is uiteraard helemaal niet zo. Hè. Dit is een historisch akkoord en ik ben normaal zuinig met het woord historisch, maar hier is het wel op zijn plaats. Hè. Wij praten hier al bijna 10 jaar over en eindelijk hebben we onder die Europese landen een akkoord gevonden over hoe we ons asielbeleid voor de komende jaren gaan organiseren. Hier was ook een akkoord over binnen de federale regering. Ik had een mandaat om dit akkoord te sluiten. Goed, wat betekent dit concreet voor ons land? Want we zagen in het begin van de reportage die beelden van die kraakpanden, die tentenkampen, behoort dat dan voorgoed tot het verleden? Wel, dit akkoord maakt duidelijk wat de regels zijn binnen het Europese asielbeleid en ook wat wij van elkaar kunnen verwachten binnen Europa. Het maakt duidelijk wat wij kunnen verwachten van die lidstaten aan de buitengrenzen en dat is dat zij iedereen die op het Europese grondgebied toekomt screenen, toewijzen aan de juiste procedure, zodat we mensen ook snel duidelijkheid kunnen geven. Zeker wanneer het gaat over mensen die eigenlijk geen recht hebben om in Europa te verblijven, die geen bescherming nodig hebben. En dan is het belangrijk dat we dat snel doen. We doen dat nu in die verplichte grensprocedure. En anderzijds, omgekeerd, maken we ook duidelijk wat zij van ons kunnen verwachten. Want daar is nu een verplichte solidariteit die we voor het eerst in al die jaren vormgeven in dit akkoord. Okay, ik pik toch even in op dat binnenkomen in Europa. Jullie hadden er ook voor kunnen opteren om de migranten aan de buitengrenzen te verwelkomen. Nu komen ze binnen via Italië en Griekenland. Gaan die landen die toestroom van vluchtelingen, van migranten, moet ik zeggen, wel aankunnen? We hebben gisteren een akkoord gesloten met Italië en Griekenland. Zij zijn hiermee akkoord gegaan. En we gaan effectief naar een systeem dat vertrekt aan de buitengrenzen. We zorgen ervoor dat mensen aan de buitengrenzen blijven in die verplichte grensprocedure wanneer zij weinig kans hebben op erkenning. En we maken hen dus ook snel duidelijk of zij in Europa kunnen blijven of niet. Dat is wat wij verwachten aan die buitengrenzen. Ze zitten toch in Italië en Griekenland op dat moment. Ja, wel, ik hoor er ook voor kunnen opteren om dat niet te doen. Wel, ik hoor zeggen inderdaad door het Vlaams Belang en N-VA, er zitten geen pushbacks in het akkoord. Er zitten inderdaad geen pushbacks in. Wat N-VA en Vlaams Belang willen, is dat wij vluchtelingen, mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging, dat we die gaan terugduwen op de zee. Dat zit inderdaad niet in het akkoord. Dit is geen anti-migratiebeleid. Het is een beleid dat opnieuw controle wil nemen over asiel en migratie in Europa. Waarbij we mensen beschermen die dat nodig hebben, maar ook wel snel die terugkeer kunnen organiseren voor mensen die geen recht hebben om in Europa te zijn en die vandaag wel ongecontroleerd die Europese grenzen binnenkomen. En het is naïef om te denken dat wij onze grenzen niet beter moeten controleren.
Goed, dan volgt dus die erkenningsprocedure die 12 weken in beslag zal nemen. Nu, mensen die jammer genoeg niet erkend zullen worden, die zullen teruggestuurd worden. Hè? Dat staat in jullie akkoord naar de landen waar ze vandaan komen. Maar mevrouw De Moor, laat dat nu net de Achilleshiel zijn van heel het terugkeerbeleid al van de afgelopen jaren. Waarom zou dat nu dan wel lukken? Ja. Want vaak willen die landen deze mensen niet. Wel, terugkeer is inderdaad een pijnpunt in het asielbeleid vandaag. Hè. Vandaag stellen we vast dat mensen vaak doorreizen van het ene naar het andere land. En ze zijn eigenlijk jarenlang op de dool in Europa, komen dan in de illegaliteit terecht. En dan is het heel moeilijk om die terugkeer nog te organiseren. Wat we vandaag vaststellen is, als we dat van aan de buitengrenzen doen, dan gaat het veel gemakkelijker. We hebben zo'n akkoord bijvoorbeeld vandaag met Bangladesh. De afgelopen maanden zijn er heel veel mensen uit Bangladesh toegekomen aan onze buitengrenzen. Zij worden wel vlot teruggestuurd. We hebben dat ook gezien in Wit-Rusland, aan de Wit-Russisch-Poolse grens. Toen heel veel Irakezen daar in de winter werden gedropt in de bossen. Daar hebben we die terugkeer naar Irak kunnen organiseren, omdat we mensen aan de buitengrenzen hielden. Maar met heel veel landen moet er nog zo'n akkoord gesloten worden. Ik denk bijvoorbeeld aan Tunesië, landen waar veel migranten vertrekken. Uiteraard moet je om terugkeer te organiseren samenwerken met landen van herkomst. En ook dat gaat veel beter als je dat Europees kan aanpakken. Als je als Europese landen met één stem kan spreken in plaats van met 27 landen afzonderlijk te gaan onderhandelen met die herkomstlanden. Oké, dankjewel Nicole De Moor, staatssecretaris voor asiel en migratie, voor uw komst naar onze studio. Alsjeblieft. Dag in de volgende jaar dat staat. Dat weegt toch wel meer door, ja. Je moet op zaterdag ook een beetje zelf zien dat je er even 5 minuten uit gaat en eens een keer gaat drinken. En dan kunnen we weer even verder. Vanaf vandaag stegen de temperaturen richting 30 graden. En voor mensen die buiten werken, zoals bouwvakkers, zijn dat uitdagende omstandigheden. Er bestaat een hitteplan voor de sector van Bouwunie. En dat is vandaag dan ook geactiveerd. Ça va, het valt wel mee. Nu valt het nog goed mee qua warmte. Vind ik toch. Als je genoeg drinkt. Klagen doen ze hier nog niet, maar toch neemt de Bouwunie voorzorgsmaatregelen. Vanaf vandaag gaat het hitteplan in. Wij zeggen eigenlijk algemeen gezien vanaf 25 graden dat je als werkgever best maatregelen neemt om je werknemers te beschermen tegen de warmte. Het gaat dan over het voorzien van schaduwplekken, het voorzien van non-alcoholische koele dranken, zorgen voor zonnecrème, dus een heel aantal maatregelen die ze kunnen en moeten nemen. Zonnecrème dat ook wel af en toe als het heel warm is, maar meestal niet, omdat er altijd de stof dat erin plakt en alles, dan een vettige bedoeling. De sector tijdelijk stilleggen is geen optie, want door het slechte weer dit voorjaar hebben heel wat bouwwerven vertraging opgelopen. In het voorjaar was er heel veel regen, dus de bouwwerven hebben wat achterstand opgelopen. Dus bouwbedrijven doen er alles aan om die achterstand weg te werken. En er moet echt al veel gebeuren voor de bouw volledig stil ligt. We zaten eigenlijk al een aantal maanden in, op onze honger, zal ik maar zeggen, qua tempo en qua werkritme. En nu dat we uiteindelijk 25, 30 graden hebben, willen we wel verder werken. Ja, en ook aan de kust kunnen ze eindelijk genieten van warme temperaturen. Want daar was het door de wind de voorbije weken nog frisjes. Maar dit weekend wordt het echt strandweer. Al geldt er wel een waarschuwing voor wie wil zwemmen in zee. Waar geen redders zijn, is dat verboden. En het zeewater is ook nog altijd bijzonder koud. Vandaag is het nog kalm aan zee, maar komend weekend zullen onze stranden ongetwijfeld heel wat volk mogen ontvangen. In 7 van de 10 kustgemeenten zal er ook gezwommen kunnen worden, want er zullen redders paraat staan. Momenteel heb je nog 3 plaatsen waar er niet kan gezwommen worden, in Middelkerke, Breden en Zeebrugge. De reden daarvoor is eerder van praktische en logistieke aard. Het is niet evident in het voorjaar om voldoende mensen, jobstudenten te vinden om het strand te gaan bemannen. Morgen staan hoofdredder Thomas en zijn team paraat in Nieuwpoort. En ze vragen de kandidaat zeezwemmers om toch voorzichtig te zijn. Want tijdens het koude en natte voorjaar heeft de zee nog niet echt kunnen opwarmen. Momenteel zitten wij rond de 14,5-15 graden. Het is zeer koud, dus je kan wel een koude shock krijgen. Moest je plots te snel in het water gaan, willen we toch wel vragen, let daarmee op. Het gaat ook nog niet te diep. Dus zorg er goed voor dat je de richtlijn van de redders goed volgt en dat je wel waakzaam blijft bij de eerste duik van het jaar. In erg koud water gaan zwemmen is dus niet zonder risico. Ons lichaam kan in de problemen komen. Dat is eigenlijk van een te warm
Morgen bijvoorbeeld wordt het 28 graden hier aan zee. Van te warme lucht naar te koud water. Het lichaam die zich daar snel moet aan aanpassen. En iemand kan in shock gaan daarvan. Nog dit, in 7 van de 10 kustgemeenten kan er dus gezwommen worden, maar wel niet in alle strandzones. Gemeenten waar wel redders staan, die openen met een beperkte bezetting. Dat betekent dus dat enkel een aantal hoofdposten geopend zijn. Wie dus absoluut het water in wil om te gaan zwemmen, die kijkt beter even op onze website www.ikwv.be en daar kun je raadplegen welke reddersposten er geopend zijn. Zwemmen waar geen redders staan, is verboden. Straks volgen we vrouwen met loopprotheses of running blades. En het UZ Gent trainen ze volop voor een huzarenstukje dat ze op 1 juli willen uitvoeren. Maar eerst nog eens naar het proces rond de moord op oud-burgemeester van Aalst, Ilse Uitersprot. Daar heeft de moeder van de beschuldigde keihard uitgehaald naar haar eigen zoon. Ze zegt dat ze hem nooit meer, dat ze nooit meer iets met hem te maken wil hebben. Ik kan me voorstellen dat je je best doet tot het uiterste. En dat er een moment komt dat je zegt, nu knakt dat, dat gaat niet meer. Want uiteindelijk, het affront van een moeder, van iemand die iemand dood doet, ze deelt in de schade, hè, door het feit dat zij verantwoordelijk bij de mensen geacht wordt voor de opvoeding. De moeder van Jurgen de Mesmaker, de man die terecht staat voor de dood van Ilse Uitersprot, besliste naar eigen zeggen 16 jaar geleden al om volledig met haar zoon te breken. Dat de moeder niets meer met hem te maken wil hebben, zorgde voor discussie tussen de advocaten. De ene vond dat pikkelhard, de andere had er begrip voor. Trillend en ondersteund door haar dochter komt de moeder van Jurgen de Mesmaker naar buiten naar getuigenis. Het is de eerste keer in 16 jaar dat zij hem in levende lijve terugziet. Ze weigert hem aan te kijken en ze wil hem niet toespreken. Zelfs niet wanneer de advocaat van haar zoon expliciet vraagt om een woordje van troost. En mijn ervaring tot nu toe was dat beter dan de beste advocaat moeders voor hun kind kunnen pleiten. Minstens een woordje van troost. Een woordje van moed. Maar niet zo koud weg zeggen. Voor altijd weg. Laat hem vrij. Tegen zijn rechters. Laat hem vrij. En hij doet het opnieuw. Hoe hard kan een moeder zijn? De vrouw is bij momenten inderdaad pikkelhard, maar vaak ook in tranen, wanneer ze vertelt over de onmacht die ze al die jaren heeft gevoeld. Bij het geweld dat haar zoon gebruikte, nadat de zoveelste vrouw met blauwe plekken aan haar deur stond. Wat mij bijgebleven is, is dat die dame, als we ze horen, heel veel geleden heeft. Lang geprobeerd heeft van haar zoon op te vangen. En als dat dan niet meer ging, dan toch moeten stoppen is. Er zijn grenzen. En alleen daaruit kun je dat afleiden dat ze plots zeggen dat breekt. Want ze zei het letterlijk, mijn hart is gebroken. En zonder die voorgeschiedenis kunnen nooit begrijpen dat een moeder op een bepaald moment zo hard kan zijn. De vrouw hoopt dat haar zoon nooit meer vrijkomt, want ze weet zeker dat hij opnieuw zal hervallen. Zijn advocaat ziet wel nog hoop. Ze kent haar zoon niet. Want haar zoon is niet het ultieme kwaad. En ik ga proberen maandag uit te leggen wie haar zoon is. Volgende week starten de pleidooien in deze zaak. Maar het was nu al een heel bewogen week voor de zonen en andere nabestaanden van Ilse Uitersprot. Ja. Wie zich zwaar misdraagt tijdens een betoging, riskeert binnenkort niet alleen een boete of een celstraf, maar ook een verbod om gedurende 3 jaar nog deel te nemen aan om het even welke andere betoging. Vakbonden en milieuorganisaties hadden eergisteren nog geprotesteerd tegen die plannen van minister van Justitie van Quickenborne. Ze vreesden dat hun recht om te betogen zou beknot worden. Ook binnen de regering was er daarom kritiek bij de Franstalige Socialisten en Groenen. Maar hun bezwaren zijn nu weggewerkt. We hebben een aantal verduidelijkingen aangebracht om te zeggen heel duidelijk dat we geen stakingen viseren en dat we ook niet geen legitieme organisaties viseren. Het gaat ons louter om de casseurs, dus de mensen die de politie aanvallen, die geweld plegen tegen politiemensen, die winkels vernielen, auto's in brand steken. Die mensen viseren we. We viseren geen stakers en we viseren zeker geen legitieme organisaties. Iets anders dan. Bij een ongeval gisteren tussen 2 vrachtwagens op de E19 vlogen 4 elektrische bestelwagens in brand.
Nu, omdat de batterijen brand kunnen blijven vatten, dompelt de brandweer ze onder in containers met water. Maar dat is erg tijds- en arbeidsintensief. En dus wordt er volop gezocht naar alternatieve manieren om elektrische wagens te blussen. Dit is op dit moment de enigste adequate middelen dat we hebben, is gewoon in een bak met water steken. Daar komt het eigenlijk op neer. In elk van deze containers zit er dus een uitgebrande elektrische wagen. Het water moet de wagens koel houden, want de batterij kan tot 72 uur na de brand opnieuw vuur vatten. Omdat er gisteren bij het ongeval 4 elektrische auto's tegelijkertijd vuur vatten, is dit een interessante studie. De komende dagen zullen de wagens dan ook van dichtbij gemonitord worden. Zien hier nu dat batterijpak zitten? Ja. Nu is de bedoeling dat wij temperatuur gaan monitoren. Die temperatuur noteren we dan. We noteren daar de tijdstip bij. En dit gaan we voor alle 4 de voertuigen nu doen. En morgen, overmorgen, gaan we op dezelfde manier die metingen doen. En het is vooral de evolutie dat we in de gaten houden. De temperatuur op zich, het getalletje, dat zegt eigenlijk niets. Het is gewoon, blijft dat constant, gaat dat omhoog, zakt dat. Stijgt die, dat wil zeggen dat we moeten koelen. Die informatie wordt dan met alle brandweerzones in ons land, maar ook wereldwijd gedeeld. Ondertussen wordt er volop gezocht naar andere manieren om elektrische wagens veilig te blussen. Momenteel zijn er al testen bezig met een groot brandteken dat we over een voertuig kunnen trekken. Of een luchtdichte zak waar we het voertuig kunnen inpakken. Maar dat zit nog allemaal in de testfase en wij natuurlijk als hulpdienst, brandweerdienst, wij moeten op veiligheid werken en de procedure met de container is op deze moment nog de veiligste methode om te doen, maar hopelijk komen er nieuwe oplossingen voor de toekomst. Er hangt Donald Trump een nieuwe rechtszaak boven het hoofd. De voormalige Amerikaanse president is aangeklaagd in het onderzoek naar geheime overheidsdocumenten die hij bij zijn thuis bewaard zou hebben. Nu, wat de aanklachten precies zijn, dat komt Trump pas dinsdag te weten in een rechtbank in Miami. Het is de eerste keer ooit dat een Amerikaanse president voor federale misdrijven aangeklaagd wordt. It's a hoax. The whole thing is a hoax. Just like Russia, Russia, Russia. Trump bracht het nieuws van de aanklacht zelf naar buiten via zijn eigen sociale mediakanaal. Deze juridische kwestie gaat over honderden documenten die Trump thuis in Mar-a-Lago bewaarde. De FBI voerde daarover vorige zomer nog een huiszoeking bij Trump uit. Bij die dossiers zaten een pak geheime documenten. Op zich is dat al tegen de wet, maar Trump zou het onderzoek naar die documenten ook tegengewerkt hebben, wat ook een misdrijf is. So I just want to tell you, I'm an innocent man. I did nothing wrong, and we will fight this out just like we've been fighting for 7 years. Maar experts vermoeden dat de Amerikaanse justitie een stevige zaak heeft. Anders zou het deze stap niet zetten. This is a hugely significant development. It's the first time in American history that a former president has been indicted on federal charges. These are very serious charges, and they're also the kind of charges that if the federal prosecutors and the Department of Justice are bringing them, as they clearly now are likely to be particularly easy to prove. Trump ziet dat helemaal anders. Hij blijft ervan overtuigd dat zijn herverkiezing hem ontnomen is en dat dit onderzoek hem politiek moet uitschakelen. It's called election interference. They're trying to destroy a reputation so they can win an election. Dinsdag kent Trump de exacte aanklacht tegen hem. En voor extra uitleg gaan we naar Björn Soenes. Björn, officieel weten we dus pas dinsdag wat die aanklachten zijn. Maar ja, wat kan hem boven het hoofd hangen? Het gaat over een zevental aanklachten, Hanna. Onder meer het schenden van de spionagewet, het afleggen van valse verklaringen, het verdonkeren manen van geheime documenten, het samenzweren om die documenten achter te houden en om de rechtsgang te belemmeren. Dus vrij zware aanklachten waar ook vrij zware straffen op staan. Want als je kijkt naar vergelijkbare aanklachten bij mensen die vroeger al zo'n rechtszaak aan de broek hebben gekregen, dan lopen die straffen tussen 18 maanden cel en 10 jaar cel of meer per aanklacht. Dus het zou wel eens kunnen, als Donald Trump hier schuldig voor wordt bevonden, dat hij niet wegkomt met een werkstraf of een boete, maar met een zware celstraf. Maar
dat allemaal is nog niet duidelijk. Het is nog niet eens duidelijk wanneer er een proces komt. Dat kan voor de verkiezingen zijn of na de verkiezingen. En ik kan er ook al bij zeggen, zelfs al zou hij veroordeeld worden, dat is geen belemmering om campagne te voeren en zelfs niet om president te zijn. Inderdaad, dat is meteen mijn volgende vraag, Björn, wat dit nu betekent voor Trump, zijn politiek, want hij wil inderdaad opnieuw een gooi doen naar dat Amerikaanse presidentschap. Kan dat dan vanuit de cel? Wel, voorlopig zit hij nog niet in de cel en het gaat hem helpen. Daar zijn we vrij zeker van. We hebben het ook gezien met de huiszoeking vorig jaar. Het polariseert en het mobiliseert. Het polariseert omdat er twee kampen zijn in Amerika. Diegenen die vinden dat het departement justitie Trump zoekt en achter hem aanzit en eigenlijk politiek misbruik maakt om hem monddood te maken. Dat is de ene visie. De andere visie zegt, niemand staat boven de wet. Als je strafbare feiten pleegt, dan moet je daar de gevolgen van dragen. Ook als je ex-president of kandidaat voor het presidentschap bent. Maar die polarisatie zorgt ervoor dat de woede gevoed wordt. En daar leeft de campagne van Donald Trump van. Dat levert hem resultaat op. Dat levert hem nieuwe donaties op die hij nu volop vraagt. $24 minimaal per persoon. En hij zal daar garen van spinnen in die campagne die volop bezig is voor de nominatie. En het mobiliseert natuurlijk de mensen die normaal gezien thuis zouden blijven gaan. Nu misschien gemotiveerd zijn om toch hun stem voor Donald Trump uit te brengen. En hij heeft steun zelfs van andere kandidaten, Hanne, die zeggen, dit is een donkere dag voor de maatschappij, voor de vrijheid, omdat justitie misbruik maakt van zijn macht om van leer te trekken tegen republikeinen en tegen Trumpisten. Ja, dus hij komt er niet noodzakelijk slecht uit. Dankjewel, Björn, voor je analyse. En dan naar Frankrijk, want daar heeft president Macron een bezoek gebracht aan Annecy, waar gisteren een man met een mes 6 mensen verwondde, van wie 4 jonge kinderen. President Macron en zijn echtgenote Brigitte gingen eerst naar een ziekenhuis in Grenoble. Daar worden 3 van de 4 kinderen verzorgd. En 2 van hen zijn nog altijd in levensgevaar, maar hun toestand is intussen wel stabiel. Daarna ging Macron naar Annecy. En daar sprak hij met de families van de slachtoffers en ook met mensen die hen te hulp zijn gekomen tijdens de aanval. S'attaquer à des enfants est l'acte le plus barbare qui soit. Et je crois que c'est ça qui nous a tous bouleversés, qui vous a bouleversé, vous qui êtes intervenu dès les premières minutes. We weten dat stappen met een prothese veel meer energie vergt dan dezelfde activiteit voor mensen met 2 gezonde benen. Dus hoe beter hun algemene conditie, hoe beter hun evenwicht en hoe beter hun spierkracht. Los van de fysieke voordelen is er natuurlijk ook het mentale aspect. Ik kan het nog, grenzen verleggen, dat is zo belangrijk. U hoort het, niets dan voordelen ervaren mensen die met blades of speciale loopprotheses lopen. Maar evident is het allerminst. Nu, 4 vrouwen in Gent gaan het toch proberen. En een van hen is onze Radio 1-collega Christa Bracke. In het revalidatiecentrum van het UZ Gent trainen ze nu volop voor de krachttoer die ze op 1 juli zullen uitvoeren. En wij mochten een training met de Blade Runsters volgen. Een vrijdagse afspraak aan het revalidatiecentrum van het UZ Gent. Christa, Lena en Ilse trekken hun stapprotheses uit en de loopprotheses aan. Met stapvoeten kan je niet lopen, met die blades wel. Daar zit een soort veer in die de werking van de Achillespees nabootst, waardoor je als je er energie in steekt kunt lopen. Het zijn ingewikkelde constructies, op maat gemaakt. Reken op een kostprijs van 7000 per prothese. Het jammer is dat daar niks van terugbetaald wordt. Voor jou, mensen met gezonde benen, is lopen heel toegankelijk. Voor ons, mensen met blades, is dat eigenlijk luxe. Heel snel, heel kort en goed met die armen. Kom maar, snel. Best wel een training die aan de ribben blijft kleven. Iemand die een amputatie heeft, moet eigenlijk 7 keer meer energie opdoen om te kunnen lopen. Dus eigenlijk kun je stellen, als wij 1 kilometer lopen, hebben zij er eigenlijk 7 gelopen. Goed een bocht nemen, dan kun je doorlopen zonder dat je moet stoppen. Als je op 2 blades loopt, om je evenwicht te houden, is dat bijzonder moeilijk. Ik vergelijk dat altijd van probeer maar eens op de toppen van je tenen te lopen, dan ga je zien dat dat niet eenvoudig is. Die blade heeft een heel klein steunvlak. Hè. Je hebt geen hiel, dus je staat eigenlijk voortdurend te wiebelen. Maar als je comfortabel wil stilstaan, is het handig om te kunnen leunen op Lena.
De atleten verlaten de piste en lopen verder op harde grond. Want op 1 juli zullen ze dat hier doen aan de watersportbaan. Op deze Finse piste met zachte ondergrond misschien? Nee, dat is veel te lastig om op te lopen. Dat gaat niet met een blade. En dus het wordt de ondergrond? Ja, het wordt de beton. Voor ons is dat gigantisch zwaar. Dus als wij 5 kilometer rond de watersportbaan lopen, dan is dat alsof dat we 35 kilometer gelopen hebben. We nodigen iedereen uit om mee te lopen met ons, om een statement te maken, maar tegelijk om ons over de eindmeet te schreeuwen, want alle mentale steun zal zeker welkom zijn. Ja, we wensen hen veel succes. 30 graden. Maar studenten moeten blokken en radiozender MNN helpt alvast om die blokperiode wat aangenamer te maken. Maar dat is voor straks. Eerst het sportnieuws. Dag Catherine. Het was vandaag enorm uitkijken naar die halve finale op Roland Garros tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en Novak Djokovic. Dat duel tussen jeugd en ervaring en misschien werd gedacht een generatiewissel. Die clash op Roland Garros tussen de ervaren Servier Novak Djokovic en de jonge Spaanse nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz heeft de hoge verwachtingen niet ingelost. Djokovic gaat naar de finale. Hij blijft op koers voor een 23e Grand Slam zege en dat zou een uniek record zijn. Maar Carlos Alcaraz heeft zijn kansen niet voluit kunnen verdedigen, omdat hij overmand werd door krampen. Djokovic won in 4 sets. Tot Alcaraz geblesseerd raakte, was het wel razendspannend. Carlos Alcaraz versus Novak Djokovic. Een toptalent van 20 met 1 Grand Slam op zijn palmares tegen een van de beste aller tijden. 36 jaar met 22 Grand Slams op zijn naam. Alcaraz is een pure aanvaller. Djokovic verdedigt tot hij erbij neervalt. Dat levert spectaculaire rallies op. De ervaren Djokovic voorkomt voorlopig dat Alcaraz zijn allerbeste spel kan spelen en wint de eerste set met 6-3. In set 2 heeft Alcaraz zijn zenuwen beter onder controle. En dan kan het Spaanse toptalent helemaal tonen waartoe hij in staat is. Hij wint de tweede set met 7-5. Het is genieten tot Alcaraz plots stilstaat. De Spanjaard heeft krampen en moet verzorgd worden. Hij speelt verder, maar kan amper bewegen en verliest de volgende 2 sets telkens kansloos met 6-1. Novak Djokovic gaat naar de finale. Een einde in mineur voor de nummer 1 van de wereld. Djokovic speelt overmorgen voor de titel tegen of de Duitser Alexander Zverev of de Noor Casper Ruud. In het wielrennen was de Duitser Georg Zimmermann vandaag de beste in de 6e rit. Zimmermann wint vanuit de vroege vlucht. Op het eind blijft hij over samen met de Fransman Bourgoudot en de Spanjaard Castroviejo. De streep ligt op een klim, de crest volant. Zimmermann valt aan, Bourgoudot kan weer aanklampen. Ze gaan sprinten en Georg Zimmermann is het sterkst. De Duitser is 25 en dit is zijn eerste zege in de World Tour. De Deen Jonas Vingegaard beleefde een rustige dag. Hij houdt de gele trui, hij trekt als leider het zware slotweekend in. En dan voetbal. De jonge Rode Duivels zijn begonnen aan hun voorbereiding op het beloften-EK. Dat begint over iets minder dan 2 weken. Het heeft plaats in Georgië en Roemenië. De Belgische beloften trainden vandaag in het oefencentrum in Tubeke met 12 spelers op het veld. De rest had medische verplichtingen. Jacky Matthijssen, de bondscoach, zal nog extra mannen oproepen, want Arthur Vermeeren is geblesseerd uitgevallen en Alda Kiel en de man zijn voor de A-kern geselecteerd. Maar met Zeno de Bast, Charles de Ketelaere, Johan Bakayoko en Romeo Lavia zitten er bij de U21 alvast andere spelers die al ervaring hebben bij de grote jongens. Het is gewoon echt een goede selectie dat we hebben. Hè. Het is zoals je zelf zegt, er zijn veel spelers die terugkomen van de A-kern. Wat ook goed is voor ons, zodat we op ons sterkst mogelijk zijn. Want je speelt niet tegen Janneke en Mieke, dus dat is leuk dat die spelers terugkomen, zodat we volledig op ons sterkste zijn. De Belgen zijn op het EK in de zware groep met Nederland en Portugal en gastland Georgië ingedeeld. Nederland en Portugal zijn bij de favorieten voor de eindwinst. De jonge Duivels laten zich wel niet afschrikken. Ze hebben zelf ook de ambitie om heel ver te geraken.
Die jongens zijn wel eerst en vooral super gemotiveerd om er samen, allemaal samen iets van te maken. En ze hebben wel het gevoel dat we, ja, dat we een kans hebben, dat we ervoor gaan, dat we heel diep willen gaan ook om die kansen te maximaliseren. Dus dat is wel goed om weten. Iedereen heeft deze mentaliteit op dit moment om gewoon hard, beter, elke dag beter trainen. En de bedoeling is gewoon om het EK te winnen. De Belgian Cats, de Belgische basketbalvrouwen, werken volop toe naar hun Europees kampioenschap in Israël en Slovenië. Komende donderdag beginnen ze in Tel Aviv aan hun vierde EK op een rij. En ze dromen van een derde medaille. De Cats bereiden zich voor met oefenwedstrijden. Gisteren boekten ze nog een ruime zege tegen China. En er staat ook teambuilding op het programma. Vanochtend kregen ze een bijzondere opdracht. De Cats moesten schapen drijven. Zes schapen zijn veel minder mak dan het basketbalteam van China, zoals het gisteravond speelde. De Belgian Cats hebben alle moeite van de wereld om de schapen in hun hok te krijgen. Ik wist helemaal niet wat ik ervan moest verwachten en ook niet als ik wist wat als ik dat met schapen te maken. Ik wist ook niet goed van wat gaan we nu precies doen, maar het was wel heel interessant en heel leuk. De Cats krijgen van Ontglen het goede voorbeeld. In zijn eentje volgt hij de aanwijzingen van zijn coach. Iets om mee te nemen voor de Cats. Zijn jullie zo trouw als Glen de hond om de coach te volgen? Natuurlijk, ja. Als je de coach niet volgt, dan, dan kan je ook geen prijzen winnen. Je moet alle hoofden in dezelfde richting staan en sowieso. Hij is de leider, wij volgen, dus zo moet het zijn. Maar toch is de hond geen robot. Zowel de hond als de Cats moeten aanvoelen hoe je de schapen het beste aanpakt. De Cats moeten als groep functioneren. Ze moeten elkaar sturen om eigenlijk de schapen te kunnen sturen. En dat is eigenlijk de opgave en dat is ook de moeilijkheid. Want ieder moet zichzelf ook wel een beetje wegcijferen om dat de andere kan functioneren. Schapen, een hond en Cats. De beestenboel is een ideale teambuilding als aanloop naar het Europees kampioenschap van volgende week. Ik denk dat we hier veel meer uithalen dan gewoon een baskettraining. Dat denk ik echt omdat mentaal ook gewoon super belangrijk is. Dus ja, ik vind het zeker geslaagd. Op naar een geslaagd EK dan. Ja, absoluut. Dankjewel, Katrien. Als je weet dat vrienden, kennissen, familie, ook iedereen op andere plekken in Vlaanderen hetzelfde aan het doen is, ook al schijnt de zon, ook al loert de zomer om de hoek, ja, dan voelt dat meer gesteund. Ja, in deze snikhete temperaturen moet er gestudeerd worden. Dat is niet altijd leuk. En daarom wil jongeren radiozender MNM de blokkende studenten een hart onder de riem steken. Presentatoren Dorian en Robin gaan meestuderen, mee examens afleggen en tussendoor ook nog eens radio maken. En dat doen ze vanuit de MNM Blokhut op het Kramersplein in Gent. 3, 2, 1, let's go! Samen door de blok, dat is wat M&M-dj's Dorian en Robin de komende 2 weken zullen doen met alle studenten, ook afzien dus. Dat kan zo eens deugd doen. Zo gewoon goed door een blokkenmuur lopen. Mijn scheenbeen wel zo half geabumeerd, maar dat is niet erg. Hoort erbij. M&M Blokken. Naast presenteren zullen de twee ook studeren voor examens die ze ook echt zullen afleggen. Ik heb nu maandag, na deze warme weekend, al meteen gedragswetenschappen. Ik vind dat wel super interessant, maar het is veel. En met de hitte voel ik de woorden en de zinnen al uit mijn hoofd stromen. Ik voel ze niet blijven plakken, ondanks dat ik wel plak. Zo blijf je wel aan je boeken kleven. Op kot vond ik het soms wel moeilijk om mee te concentreren alleen. En dat gezamenlijk gevoel om hier in zo'n ruimte te blokken, vind ik altijd wel aangenamer. Het is wel een speciale omgeving om te zitten in. Vind ik wel leuk. Zeker ook met andere mensen stimuleert. Dan wordt deze blokperiode samen draaglijker. Je hebt zo lange examens en dat duurt zo lang. En nu dat zij zo meedoen en ook zo s'avonds radio maken, voel ik mij toch een beetje verbonden met andere mensen. Dan denk ik van oké, niet wenen, doorzetten. 4 examens in totaal. Hoe schat jij je slaagkansen in? Niet bijzonder goed, maar ik ga wel echt mijn best doen. Want ja, we zijn hier om studenten te steunen, om samen erdoor te geraken. Ja, dan wilde ook samen erdoor en niet jullie erdoor en ik niet. Dat lijkt me dan een beetje triest. Dus ik ga wel echt mijn best doen. En na de inspanning, de ontspanning.
Ik heb vandaag mijn eerste examen gehad, Engels mondeling en dan ook schriftelijk. Dus ja, en dan verdient je wel even rust, een pintje op het terras, het is warm. Zo is dat. En u heeft het journaal gepresenteerd gekregen met een wat zwoelere stem, maar die past helemaal bij het zwoele weer van vandaag. Zeer zonnig en warm. En dat zal ook de komende dagen het geval zijn. Vannacht koelt het maar traag af onder een heldere hemel. Minima komen niet veel lager dan 17 graden en dat bij een matige oostenwind. Morgen is het opnieuw aan de zon en wordt het nog wat warmer dan vandaag. Met maxima tot 32 graden. Wij begonnen dit journaal in Oekraïne. Volgens de Russische president Poetin is het langverwachte Oekraïnse tegenoffensief begonnen en is het ook meteen mislukt. Oekraïne zegt voorlopig niets. Maar ook kenners konden de start van dat offensief afleiden uit Oekraïnse troepenbewegingen en uit berichten van anonieme bronnen aan westerse media. En daarmee zijn we klaar. Ik wens u een mooi weekend. Tot ziens. Во-первых, можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. И об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии. We zien wel troepenbewegingen, maar ik vind het heel erg lastig om in te schatten of dat langs die hele lange frontlinie nu uitzonderlijk veel is of niet. Заебался!